leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Dit keer een make-up routine. Wat ik dagelijks op mijn gezicht smeer. Ik gebruik nu andere producten als mijn vorige make-up. Dan gebruik ik deze primer van de Action. Gewoon lekker simpel. Die breng ik dan ook aan op de huid. Zo. Dan begin ik met deze kleur en deze. Die mix ik met elkaar. Deze van de Kruidvat van Essence. En deze is van de Action ook. Ik heb allemaal Action make-up hoor jongens. Maar het moet allemaal gewoon even op. Want deze is ook alweer bijna op. Maar ja. Ik heb allemaal gewoon lekker goedkope make-up. Ik vind het wel gezegend. Make-up is al duur genoeg. En die breng ik dan anders op de huid. Dan begin ik met een kwastje. En dan doe ik altijd even zo. Mini kwastje. Het kan weer heel erg handig. Dan kan ik het makkelijker blenden, zeg maar. Dus dan doe ik altijd even zo. Even een letter McDonald's maken. Lijkt wel schilderen, joh. Ik maak er gewoon een hele schilderij van. Zo. En zo. Maar niet uit waar precies, maar ja. Op mijn kin ben ik altijd wat witter, dus dan doe ik altijd extra veel op mijn kin. Ik ben overal wit, maar maakt niet uit. En dan blend ik dit altijd met de spons uit. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Dan blend ik het gewoon deppen en niet vegen, want dat is echt verschrikkelijk. Zo, dan zet mijn foundation erop. En dan begin ik meestal, heb ik deze kwast van Essence. Die is echt heel fijn van de Kruidvat. En dan gebruik ik meestal dit palet van het Douglas. En dan heb ik hier allemaal verschillende soorten kleurtjes. En meestal kijk ik dan even wat bij mijn huid past. Maar meestal doe ik een donkere. Zodat ik, ja, zodat ik wel een beetje kleur in mijn gezicht heb. Dan breng ik het hier eerst aan. Dan zet ik hier eerst een soort stipje. Met het donkerste. Het ziet er zo niet uit, ik weet het. Dus ik eerst een stipje. En dan blend ik het zo uit. Het beste is om met deze kwast te deppen, want dit is ook echt zo'n depkwast. Want ja, dit is ook gewoon, anders komen er ook vlekken en alles en daar worden we niet vrolijk van. Een soort... Zie je het? Dan krijg je meer dat, ik ben nog niet klaar hoor, dat effect. Dat doe ik ook een beetje op mijn voorhoofd, want daar blijf ik ook altijd heel erg wit. En mijn kin, kaaklijn die ik niet heb. Even faken. Maar dit is echt een kwast waar je eigenlijk dit bij moet doen en niet dit. Maar ja, ik doe het altijd wel. Gebruik deze en die doe ik nog extra even uitblenden, zodat er geen vlekken komen en al. Zo worden we echt niet vrolijk van. Vaak ga ik nog even met de Duo Bronzer van de Douglas. Heel fijn is die, hij is al bijna op. Ga ik er nog eventjes overheen voor de extra kleur. Ook eventjes op mijn voorhoofd. Zo. Dan blend ik dat ook weer uit. Een soort rollen. Dat doe ik even over mijn hele gezicht. Zodat het gewoon wat bruiner uitpak. Aangezien ik echt heel erg wit ben, jongens. Ik ben echt heel erg wit. Maar dat weten jullie al. Spooky. Dan pak ik de mascara van, deze is heel fijn. Daar overheen doe ik nog deze mascara. Ook van Essence. Laat ik het even drogen.
Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik eigenlijk altijd deze. Van de Primark. En deze van de Primark. Maar die kan je niet meer nergens krijgen. Dus dat is echt heel kut. Want die is echt heel goed. En deze gebruik ik. Die is van Trend It Up. Is heel fijn. Kijk, daar zit ook een borsteltje aan. Zo'n mini borsteltje, echt heel fijn. Waardoor je zo door je wenkbrauwen kan. Nu zijn ze een beetje hard omdat ik mijn wenkbrauwen al had gedaan. Dus ja. Dan gebruik ik de concealer van de Action. Van MAC. MAC & More. Niet te missen. Dat doe ik een beetje onder mijn oog. Zo. Voor de balletjes. En dan gebruik ik weer dat sponsje. En dat blend ik dan weer zo uit. Het zit hier. Oh. Dat blend ik dan weer zo uit. Ja. Het lukt niet zo goed omdat ik haast heb. Zo, mijn wenkbrauwen zitten erop. Een soort van. Eén kant moet ik nog hier doen. Dan gebruik ik de lip liner van Trend It Up. Die doe ik op mijn lippen. Maar ik vind deze iets te heftig, dus dan blend ik hem weer uit, zeg maar, op mijn lippen. Ik weet het, ik tril heel erg, maar ik heb haast. Haast? Ja. Haast. Ik moet het gehaast doen. Ik ga koffie drinken. Ik sta met haast hier. Dan heb ik mijn lipjes gedaan. Maar dan toch weer een ander gezicht. Maar omdat ik mijn eigen wimpers dus te saai vind. Heb je inderdaad sowieso een ander gezicht? Ik vind mijn eigen wimpers te saai, dus ik doe... Nee. Dan gebruik ik de blush van MAC & More. Van de Action uiteraard. De blush zit erop. Lekker roze wangetjes. Dan gaan we door naar de oogpotlood. Die doe ik onder mijn ogen hier, zo. En bij mijn oog. Weet je waarom dat aantrekkelijk is dat vrouwen de wangen rood... maken. Weet je dat? Omdat ze dan geil zijn. Omdat ze dan geil zijn, hè? Dan worden we langer. Nou, ik vind het gewoon mooi. Meestal gebruik ik van dit make-up oogschaduwpalet nog even een beetje een fleurig kleurtje. Fleurig kleurtje. Dan gebruik ik van Fenty Beauty de allermooiste highlighter, mensen. Deze is zo mooi, kijk. Dit is perfect. Dit wil je toch gewoon? Kijk, dit is zo mooi. Oh my god. Dat is echt mijn lievelingsproduct. Zonder highlighter kan ik echt niet leven. Zonder deze. Wil jij mijn wimper opplakken? Nee. Dan als laatste gebruik ik de Glint Tonic. Dat doe en deze fixing spray. Dit was mijn make-up routine. Bye!